Dag beste kijkers, in het dagelijks leven zwaait hij met zachte hand de scepter over zijn thuisgemeente Herne. Maar in zijn vrije tijd ruilt hij maatpak en sjerp voor helm en motorjack. Tournee Generaal gaat heerlijk cruisen door de Pajotse velden met de bende van Chris. Ik lees nogal graag tijdschriften, allerhande over reizen. En ik ben zo terechtgekomen bij het tijdschrift Motoren en Toerisme. De foto's, de verhalen, de prachtige beelden, die maakten het mij het feit dat ik eigenlijk nieuwsgierig was. En dan begint men naar het vervolg te kijken en dat is dan de motor zelf. Op internet is gaan zoeken, vaststellen dat het uiteindelijk nog zo geen dure kost is als men dat tweedehands kan kopen. En dan ben je vertrokken. Momenteel rijd ik met een Honda CBF 600. Dit is mijn tweede moto. Degene daarvoor was een Suzuki Bandit 650. Hetzelfde type als deze. Niet te zwaar, niet te licht. Is dat de ideale motor voor u? Wel, voor mij is dat inderdaad de ideale motor. Ik heb ook niet de carrière om met een zware motor te rijden. Ik ben ook niet de type die met een zeer sportieve motor de baan zal opcrossen. Dit is een motor waarmee dat je zowel kunt genieten van uw omgeving, maar waar dat men evengoed is sportief mee kan doortrekken. Is goed weer als het niet regent, is al voldoende. Je kunt er zich altijd tegen kleden. Mooie omgeving, uiteraard prachtige banen, een paar mooie bochten en uiteraard nieuwe plekken ontdekken. Het is zo dat ik vrij snel, dus ik woon op de taalgrens, dat ik vrij snel Wallonië intrek. Het is daar iets rustiger, het staan geen flitspalen. Daarvoor doe ik het niet voor, maar het is wel zo. Maar gewoon omdat ik daar plekjes leer kennen die ik anders nog niet heb gezien. En al rijdend leert men mijn ideeën op. En ook dat is in insteek om met de motor te rijden. Kilometers vreten doe ik absoluut niet. Ik rij uiteindelijk zeer weinig. Ik ben eigenlijk een gelegenheidsrijder. Het is op aansturen van mijn gebuur of van vrienden dat ik al gauw eens de motor durf nemen om mee te rijden. Elke motorrijder die je tegenkomt, steekt zijn handje omhoog of de voet opzij. En weet je, het zijn allemaal mensen en ja, er is niks voor nodig om dat handje omhoog te steken. Er is zo een band dat er uiteindelijk geschept wordt op die manier. En ook dat sprak mij aan, dus ik vond dat tof. Ik wou daar eigenlijk bij horen. Ik ben zeker het macho type niet. Dat wil ik ook niet zijn. Ik zal dat ook nooit zijn. Zo ben ik niet. Maar het is gewoon een manier van is weg te kunnen zijn en te genieten. Ik ben een stille genieter op dat vlak. En daarom moet je geen macho zijn om met de motor te rijden. De GSM gaat die uit op de motor? Nee, die gaat absoluut niet uit. En ik voel dikwijls in mijn zak om te zien of ik hem niet voel vibreren. Dat is iets waar ik het moeilijk mee heb uiteindelijk. Ik denk altijd van als hem nu rinkelt en er is iets dringend, dan zit ik met een probleem. Maar uiteindelijk is dat iets dat niet zou mogen bestaan in mijn denken. Want anders ben je nooit rustig of op je gemak. En misschien net daarom dat ik het niet hoor of dat ik hem niet voel vibreren, maakt dat ik het verstand even op iets anders kan zetten. Dit blijven doen zoals mijn vader 40 jaar, 42 jaar heeft gedaan, dat zal ik niet doen. Er is nog te veel anders dat ik zou willen geven, bijvoorbeeld aan mijn gezin, aan mijn kinderen, mijn echtgenoot. Ook dat is een deel van, maar ik geniet van wat ik nu doe. Ik geniet van mij te kunnen inzetten voor de mensen en dat is puur genot, ook dat is genot.
come back.